Wil jij de peyote-cactus nou zelf een keer proberen? Doe het dan in ieder geval op de volgende manier. De douche. Gebruik het wanneer je goed in je vel zit en in een fijne omgeving. Voor het beste tripresultaat eet je 6 uur van tevoren helemaal niks. En zorg dat er altijd een tripzitter bij je is. De don'ts. Neem nooit deel aan het verkeer. Niet gebruiken als je zwanger bent, borstvoeding geeft of als je lijdt aan depressies. En combineer het nooit met andere drugs, alcohol, medicijnen of antidepressiva. In onze andere video laten we een andere uitwerking van peyote zien dan dat je in eerste instantie zou verwachten.